Goedenavond. Op deze eerste schooldag ga ik met u 2 maanden terug naar eind juni, toen de vakantie zich nog veelbelovend aandiende. En een mooi evenement dat eind juni plaatsvindt is Albanova in Aldenbiezen. Op 28 juni was het verzamelen geblazen in de landcommanderij voor een dag vol sfeervolle en uitdagende concerten. Clara was erbij, wij namen er enkele concerten op, het zijn doorgaans korte concerten, en daaruit laat ik u vandaag de mooiste fragmenten beluisteren. Het duo Alaya Aleman en Jan van Oetrieven had een concert gewijd aan de heilige Teresa van Avila of Santa Teresa de Jesus. Zij was de belangrijkste mystica van de Spaanse Renaissance. Ze werd 500 jaar geleden geboren en dat wordt dit jaar dus gevierd. In Aldenbiezen brachten Aleman en van Oetrieven een muzikale evocatie van de poëzie van Santa Teresa. In haar poëzie gaan spiritualiteit en sensualiteit hand in hand. Merkwaardig is nu dat er geen muzikale zettingen zijn van haar poëzie. Dat bracht Jan van Oetrieven en Olaya Aleman op het idee om met contrafacten te gaan werken. Contrafactum was een techniek die wel vaker gebruikt werd in de Renaissance en daarbij worden teksten op bestaande bekende melodieën geplaatst. Jan van Oetrieven. Dat was juist ook voor ons een uitdaging om die twee samen te brengen. Wat dat wel grappig is, is dat haar teksten zijn heel eenvoudig eigenlijk. En heel puur. Een soort van zoeken naar een soort van puurheid en naar een soort van dichtheid in haar geloof. Waar daardoor kunnen andere mensen heel makkelijk in die teksten komen. Wat wij graag wouden doen, is haar muziek in haar muzikale context terug laten herleven. En dat hebben we gedaan met het maken van contrafacten, met het gebruik van de contrafact. En dat is dus eigenlijk dat je bekende componisten uit die tijd neemt en dan haar teksten daarmee combineert. Dus dat we met een paar nummers hebben dat zo gedaan. In de 16e eeuw beleefde Spanje zijn gouden eeuw met bijzondere componisten en instrumentalisten, zoals de Spaanse bihuela-spelers die liederen maakten met bihuela-begeleiding. De bihuela is een typisch Spaans instrument dat het midden houdt tussen een gitaar en een luid. Aleman en van Oetrieven hebben dit repertoire aangeboord om de poëzie van Santa Teresa een mooie plek te geven. We horen muziek van onder meer Juan de Lencina, Alonso Mudara, Luis de Narváez en Tomás Luis de Vitoria. Amores me lo han cercado,
Thank you.
Een mooi eerbetoon aan de Spaanse mystica Teresa van Avila, die 500 jaar geleden geboren werd. Santa Teresa schreef poëzie, maar merkwaardig genoeg is deze poëzie niet op muziek gezet of er zijn toch geen zettingen bewaard gebleven. En daarom kozen sopraan Olaya Aleman en luitist Jan van Oetrieve enkele werken uit de 16e eeuw. En ze gaven daarin via de techniek van het contrafact de poëzie van Santa Teresa een plaats. En bij een contrafact wordt een bestaande melodie of een bestaand lied genomen met een vergelijkbare tekst en die moet dan plaatsruimen voor een nieuwe tekst. En zo kreeg de poëzie van Teresa van Avila dus een plaats op muziek van Juan de Lencina, Alonso Mudara, Luis de Narváez en Tomás Luis de Vitoria. Het concert werd opgenomen in de kerk van Landcommanderij Aldenbize tijdens het festival Alba Nova. Alba Nova, dat is een dag vol concerten op verschillende plekken in de Landcommanderij. Er valt dus veel te ontdekken en zo was ook luitist Vincent Dumestre er te gast. Hij speelde er onder meer deze toccatas van Hieronymus Capsperger en enkele werken van Gaspar Sanz. Thank you.
Vincent Dumestre tijdens het festival Albanova op 28 juni in Aldenbiezen. En hij speelde werken van Caspar Sands en van Hieronymus Capsperger. Zoals ik al zei, Albanova, dat is een dag vol concerten. En bijzondere gast dit jaar was gamba- en vetelspeler Thomas Batté. Hij was co-curator van het festival. Hij kon er een idee vormgeven dat hij al heel lang koesterde. Een idee rond de École du Nord. Collega Renate Wijtjes kon Thomas strikken voor een woordje uitleg. En eerste vraag was natuurlijk, wat waren die École du Nord? Dat is eigenlijk een fenomeen dat in de late middeleeuwen plaatsvond in verschillende steden. In Beauvais bijvoorbeeld, in Deventer, ook in Ypres, Veurne, Brussel, Brugge. En wat was dat nu precies? Er waren dus professionele muzikanten en ministeria die tijdens de vaste periode, omdat er dan eigenlijk geen muziek mocht gemaakt worden, die van die tijd profiteerden om naar de Lage Landen te komen en elkaar daar te ontmoeten. En we spreken natuurlijk van de tijd voor de boekdrukkunst. Dus het was heel belangrijk om elkaar te ontmoeten en muziek aan elkaar door te geven, instrumenten aan elkaar door te geven. Ook reclame te maken voor zichzelf, scouting te doen voor talent. Al die dingen zijn daar zeker gebeurd. En dat idee van muzikanten die van heinde en verre komen om elkaar te ontmoeten, om dingen uit te wisselen, dat wilde Thomas Batté tijdens Albanova uitproberen. Een ontmoeting tussen muzikanten van vandaag. Thomas vond heel wat muzikanten die er tijdens de dag speelden, zijn eigen ensemble Club Medieval, maar ook anderen, bereid om 's morgens te openen met een grootse muzikale ontmoeting. Ja, het idee was een beetje dat al de muzikanten. Dus er waren de muzikanten van Club Medieval en dan waren er nog andere muzikanten die vandaag ook op Albanova, op dit festival, spelen. En die hun couleur locale ook dus meebrachten. Catherine Hill heeft een lied gezongen uit de 14e eeuws Engeland. En dan was ook Marnix de Kat heeft een lied van Thomas Fabry gezongen, Ach Vlaanderen. En Claire Le Filiatre was hier ook met een hele mooie ballade, Le Roi Renaud. Dus ja. Dus eigenlijk, al die mensen brengen hun taal en hun cultuur mee. En dat zal zeker ook zo geweest zijn op een École du Nord. En ja, die hoven lagen misschien ver uiteen, maar er was toch zeker contact. En die muzikanten kwamen elkaar ook ontmoeten om de vinger aan de pols te houden van de Europese muziekscène anno 1400. Veel volk dus voor dit mooie concert. Elk leverde zijn of haar bijdrage. En de muziek kwam uit bronnen zoals het Gruithuizen-handschrift, de Reina-codex, het Heiligenkreuz-fragment. Bronnen met een link met Brugge, maar ook met Italiaanse en Franse polyfonie. En dit waren de uitvoerders. Sopranen Olaya Aleman, Claire Le Filiatre en Catherine Hill. Contratenor Marnix de Kat, Gesina Liedmaier op viool, Raphaël de Kok, stem en doedelzak, Michael Gribil, luid en zitter, Daan Verlaan, harp, Jan van Oetrieven, luid en Thomas Batté, stem en vedel. En hij was dus de drijvende kracht achter heel dit project. O krank, onzeker, broze heen,
sneeuw of glas. Als die natuur niet en zegt, dit zal geschieden. Want u hebt morgen dit nog heuren. Waar vind ik enig createur die gedeuren jegen den dood die komen moet? Voor dat stel dat als die gebeuren niet zertsen scheuren, de dood die werpt die onder voet. O vrolijk werd zo laatstelijk bloed, weet hier juist die zal men klappen en de rauwe dragen, allen dagen in de dienst gewaar. Max van Hagen, wat die de dood zo vroeg bestond. Maar wat God wil, elk neemt voor nemmer meer zo'n van ik zie en het innere vrolijkheid partij. Muziek en alle melodieën, mensen steun met echte deuren. Nu best u door, elk vrolijk treuren. Want dus slechts de redden en bedervloed. U geeft hem zoet, die staat aan het zeuren. U besteuren hem, die van aarde minnen zoet. O vrolijk hart, zo naast mijn bloed. Geef hier dus, die zal men klaar en de sterfelijke heur, mede heel muzicien, prijs die ne voice en die teneur. Nu bid voor ons, want u bist vuren, in zemelzeuren, dat God ons neem is in behoed, en dat hier elk al zo labeuren, eer sterfte scheuren, dat u ontgaan naar allen vloed. O vrolijk hart, dat in de dood zo groot bestond.
Madame Blanche, que de l'amour.
Daar dienst u met een heer alleen te loven om zinnen dan. Daarom ben ik niet die gemeen, ander vogel wil ik zijn dan die mijn leven lang. Hallo, ette vogel klein, die natuur is zoet en rein, zo is die Nero's aan. Nieder boos, onreine vilijn, de roek die is van die pompijn, indien in uw bedwang. Laat minnelijk herzen zien wie heen zonder loos bevang. Hallo, ette vogel klein, die natuur is zoet en rein, zo is die Nero's aan. Daar dienst u met een heer alleen te loven om zinnen dan. Alouette vogel klein, die natuur is zoet en rein, zo is die Nero zang. Daar dienst u met een heer alleen te loven om zinnen dan. Daarom ben ik met die gemeen, ander vogel wil ik geen dan die mijn leven lang. Alouette vogel klein, die natuur is zoet en rein, zo is die Nero zang. Ieder boos, onreine vilijn, de roek die is wel dien, komt pijn niet die in uw bedwang. Laat hem in de gerzen zien wie een zonder loos gewand. Hallo, ette vogel klein, die natuur is zoet en rein, zo is die Nederzak. Daar dienst u met een heer alleen te loven om zinnen dan. Thank you.
Thank you.
Mijn hart kan verblieden niet dat iedereen is aangekomen uit de verre windstreken van Europa en zingen allemaal voor u dit Brugse lied uit het Grutuse manuscript.
Middeleeuwse muziek, gebracht door een heel mooi gezelschap tijdens het festival Albanova in Oldenbiezen. Het idee achter dit concert was École du Nord, een laat middeleeuws fenomeen waarbij muzici van over heel Europa tijdens de vaste periode samenkwamen om elkaar te ontmoeten, om muziek uit te wisselen of om samen te spelen en elkaar te inspireren. De samenkomsten gebeurden ergens in Noord-Frankrijk of in onze streken, Ypres, Veurne, Brugge, Brussel en zo meer. Vedelspeler Thomas Batté vond het een prikkelend idee om in Oldenbiezen zo'n samenkomst op te zetten met muzikanten die er tijdens het festival speelden. Muzikanten uit verschillende landen brachten als het ware muziek mee uit hun eigen streek. En de muziek kwam uit bronnen zoals het Gruithuizen-handschrift, de Reina-codex, het Heiligenkruis, fragment en we hoorden ook Italiaanse en Franse polyfonie. Ik vertel nog even welke muzikanten er te horen waren. Sopranen Olaya Aleman, Claire Le Filiatre en Catherine Hill. Contratenor Marnix de Kat. Gesina Liedmaier op Vihuela. Raphaël de Kok, stem en doedelzak. Michael Gribil, stem en luid. Daan Verlaan, harp. Jan van Oetrieven, luid. En Thomas Batté, stem en vedel. En hij gaf dus dit idee van de École du Nord vorm. En dat was onze uitstap naar Albanova in Oldenbiezen.